Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gadero TV. Wanneer je een pergola hebt geplaatst, wil je hier natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Vandaar dat het belangrijk is om hem goed te onderhouden. En in deze video vertel ik je hoe je dit het beste kan doen. De pergola die we hier hebben gebouwd is van Larix Douglas hout. Ga voor jouw specifieke houtsoort even na hoe je hier het beste voor kunt zorgen. In ons geval kiezen we ervoor om de pergola te behandelen met deze superdekkende transparante tuinbijts. Wat belangrijk is om te weten is dat het hout eerst moet kunnen uitzweten voordat je het behandelt. Zorg er dus voor dat het goed schoon en droog is voordat je de bijts aanbrengt. Nou, met het aanbrengen zorgen we ervoor dat er een beschermende laag op het hout komt, waardoor het beter bestand is tegen weersinvloeden. En ook vertraagt het het vergrijzen en geeft het hout een langere levensduur. Het is de bedoeling dat je niet alles in één keer aanbrengt, maar in twee of drie dunne laagjes. Want hierdoor kan de wax er goed intrekken en blijft het dus niet bovenop het hout liggen. Let op, je hoeft dus geen andere primer of grondverf te gebruiken. Het is verstandig dit met een kwast aan te brengen. Met een roller gaat het natuurlijk wel sneller, maar het hout neemt de bijt beter op wanneer je het met een kwast aanbrengt. En afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid is de bijt met een paar uur al droog. Door het hout goed te onderhouden kan je veel langer van je mooie pergola genieten. Het is dus altijd verstandig om van tevoren goed te onderzoeken welk product jij hiervoor nodig hebt. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer!